end of it. De eerste medailles tijdens een wereldkampioenschap wielrennen op de baan worden altijd vergeven in het nummer 1 kilometer tijdrit voor amateurs. Een nummer dat per traditie op de eerste avond van het wereldkampioenschap wordt gehouden. U kijkt naar de West-Duitser Gerhard Scheller, die de eerste van de in totaal 3 af te leggen ronden voltooid in 23 seconden 59 honderdste. Een goede opening. Hij vertegenwoordigt West-Duitsland, het enige land wat met 2 deelnemers aan dit onderdeel meedoet. Omdat een andere West-Duitser, Freddy Schmidtke, hier zijn titel verdedigt. Andere landen mogen maar met 1 deelnemer inschrijven. 43 seconden en 39 honderdste is de tijd van Scheller na 2 volledige ronden. Dat is een aantrekkelijke tussentijd. En dat zou Scheller wel eens op een aardige plaats in de eindrangschikking kunnen brengen. Scheller is de tweede man van zijn land. Schmidtke is de regerend wereldkampioen. En hier is de eindtijd 1.05. Dit is Sergej Kopilov, de Rus. Hij vertegenwoordigt de Sovjet-Unie op de kilometer tijdrit. En hij zal moeten proberen om zijn faam waar te maken. 2 jaar geleden won hij brons op deze afstand. Vorig jaar liet hij het lopen omdat hij zich toen wilde concentreren op het sprinttoernooi. Dat deed hij niet ten onrechte, want hij werd vorig jaar wereldkampioen bij de amateur sprinters. Nu is hij op het wereldkampioenschap ingeschreven op beide onderdelen. Kopilov die nu moet proberen de tot nu toe snelste tijd van de West-Duitser Gerhard Scheller van 1.05.02 te verbeteren. De tijd na 2 ronden 42.67 voor Kopilov en daarmee is hij inderdaad 16e van een seconde sneller dan Scheller. Scheller die eerder op de avond, u heeft dat gezien, een nieuw baanrecord realiseerde. Maar we weten dat deze Oerlikon-baan in Zurich verschrikkelijk snel is en we weten ook dat deze Kopilov heel veel kan. En kijk eens naar zijn eindtijd, want het wordt een goeie, hè? 1.03.94, de snelste tijd tot nu toe en andermaal een verbetering van het baanrecord. Lothar Toms. Zonder enige twijfel de meest bekende kilometer tijdrijder van de laatste jaren. Hij behaalde zijn eerste wereldkampioenschap in 1977. Prolongeerde dat 5 jaar aan een stuk. En pas vorig jaar werd die hegemonie doorbroken door de West-Duitser Freddy Schmidtke. Die straks na Toms als laatste zal mogen starten. Maar Toms is een man die verschrikkelijk goed kan vlammen. Juist zijn piek bereikt altijd op die wereldkampioenschappen. En ik ben vreselijk benieuwd of hij de tijd van Kopilov kan benaderen. 23.55 over de eerste volle ronde. En daarmee ligt hij bijna een halve seconde achter op de tijd van Kopilov. Dat zegt nog niet alles. De eerste ronde gaat wel eens wat verschillend. Dat is een kwestie van starten en op gang komen. Het gaat er maar om wat hij nu in die tweede ronde presteert. De tijd hier voor Toms 43.10. En dat betekent nog altijd een halve seconde langzamer dan de tijd van Kopilov. En dan zal dus Toms, Willy zijn faam waarmaken, wel tot een bijzonder snelle laatste ronde moeten komen. We hebben dat vaker van hem gezien, maar of het ook vanavond zal lukken, ik begin het zo langzamerhand een klein beetje te betwijfelen. De tijd van Kopilov was 1.03.94 en hier is Toms in 1, de laatste man die dan een aanval kan doen op die tijd van Kopilov, terwijl het fluitje klinkt, beroerd door onze Nederlandse jurylid Wim Jeremiasse, is Freddy Schmidtke begonnen aan zijn kilometer. Vorig jaar werd hij wereldkampioen in een tijd van 1.05.77. Dat is nu bij lange na niet voldoende op deze zeer snelle baan van Oerlikon in Zurich. En we gaan eens kijken en vergelijken de tijd van Schmidtke met die van Kopilov. De opening van Schmidtke in 23.18. En dat is iets langzamer dan Kopilov. Het verschil is nog geen 0,2 van een seconde. Dat ziet er dus goed uit voor deze Schmidtke. Onze West-Duitse collega's waren ervan uitgegaan dat het een tweestrijd zou worden vanavond tussen West-Duitsland Schmidtke en Oost-Duitsland Toms. Dat wordt het dus niet. Het is eerder Schmidtke tegen Kopilov. 42.85 en nog altijd is hij 0,2 van een seconde maar langzamer dan Sergej Kopilov. Dit gaat er echt om spannen. Dit gaat erom of Schmidtke zijn titel kan verdedigen, kan behouden, dan wel dat hij hem af moet staan aan Kopilov. De tijd van Kopilov 1.03.94 en hier is Schmidtke weer gefaald in die laatste ronde.